Ik werd wakker van het gestuiter van de bal op de stoep. Dan wist ik, de boys gaan naar het pleintje en alles komt goed. Ahmed, Harit, Hichem, Thomas, Peter, Abdullah, er heerste een sterk gevoel. Allerlei culturen op één plek met hetzelfde doel. Even weg van de lastige thuissituatie, de soms we frustratie. Ruzies, kleine opstootjes, soms vechten, soms stoeien. Iedereen moest zich ermee bemoeien, maar we bleven groeien. Want voetbal was onze redding en drijfveer. De rest kon ons niks boeien. Ik kom van akka's, panna's, tiki met de buiten- of binnenkant. Kreeg ik billenbrand, sloeg de vlam in de pan. Ik bracht vuur. Skills waren aanstekelijk, maar zonder lita. Geen negen in mijn hand, maar op mijn rug was een spitta. Aannames, steekpaasjes, op snelheid erlangs. Tegenstanders vol angst, want ik gebruikte mijn kopie, deed alles met brani. Bij ons had iedereen de skills van Toussani. Het linkerbeen van Messi, schieten met perfectie. Ik deed alsof ik trapte, het was een schijnbeweging. Dus zelfs die oudere boys trapte in mijn schijnbeweging. Mijn techniek was uniek, gaf de bal diep met gemak. Een lange bal op de stropdas, ik was meer een driedelig pak. Was een sieraad voor de sport wanneer ik weer een juweel van een goal maakte, maar hield mijn mond dicht wanneer ik weer een pingel veroorzaakte. Ik was drie keer per week op de club, maar leerde het spelletje op het quarantijnplein. Liever spelen met een blessure dan hangen aan de zijlijn. En heel af en toe kom ik samen met Ahmed, Harit, Hichem, Thomas, Peter, Abdullah en ga er te hard aan toe. Spelen we toernooitje, maar dan zonder kampioen. En achteraf naar Mehmet voor een lachmatjoen. Een blikje groene Fernandez, ja, altijd zoet. De tram 17 rijdt voorbij, en dan beseffen wij: nu is alles goed.